mensen, wie rap hier voor een groot nieuwe video? Ja! Sowieso wil ik alvast zeggen, shout-out naar Supergaande voor dit concept. Ze hebben het sowieso al heel vaak gedaan, maar wij willen onze eigen twist erin brengen. Nou, ik ga lezen vanavond door een rare wit persoon. We hebben vier mensen, nee, vijf mensen. Er is maar één wit persoon. Dat gaan we raden. Ready, boys, ready? Ready, let's go! Ja? Ik heb mijn notitieblad. Oké, let's go. Oké, nou mensen, zoals jullie zien. Oké, de eerste ronde is natuurlijk, we gaan kijken hoe ze eruit zien, hoe ze erbij staan. En ik kan al zeggen wie ik weet al wie. Nummer 4 krijgt al een gele kaart. From the grid? Hey! Ik mag wel zeggen. Je hebt gelijk, ik mag wel zeggen. Hey, 5, maar houdt ze zelf niet in, hè? Ik mag wel zeggen. Houd in! Ik mag wel zeggen, nummer 5 is sowieso wit. Ik heb nog nooit een donkere man zo niks gezien op zijn kop. Eerlijk. Okay. Ik weet het al. Ik zie al bij nummer 3 de manier hoe hij die schoen aan heeft. Hij heeft die schoen gemaakt. Mm-hmm. En wij donkere mensen houden van om zijn schoenen schoon te hebben. Dus, maar die Air Force ook, hè? Die Air Force zijn nog aan of niet? Hij heeft hem iets langer dan die andere, maar... Wie? Nummer 5. Nummer 5 is iets langer dan nummer 2. Nummer 2. Maar... Oké. Ze maken het ook niet schoon, dus... Ik denk wel dat nummer 2 donker is. Ja, of ja, black guy, omdat hij pixel fader. Juist, ik zou juist. En hij zit erin, dus... Hij zit erin, dat is zo. Hij is een doorzetter met die fader, dat het einde. Dus deze... Ja, toch, die fader zijn al genoeg. Nummer 2, nummer 2. Dat is sowieso al genoeg. Oké. Maar hij kan ook een... Kijk. Een blakkaman vriend hebben. Maar kijk. Gewoon van E. Ja. Je weet toch? Ja, van E, stik het zo. Ja, stik het voor me. Ik denk het ook. Wat zeggen we van nummer 1? Kijk, hij heeft een Jordan aan, hè? Dat is al een black thing. Ja, maar... Maar dat beweegt met die armen. Maar die bril toch? Is die bril. Die bril. Hij ligt op het team. Smal hoofd. Hij ligt op het team. En kijk, iedereen zag zijn handen alleen blijven. Ja, dat zei Sabine. Dat zei ik al. Oké, wacht even. Oké, mooi. Laten we mooi aftrappen. Nummer 1, we beginnen met nummer 1, met die Jordans. Wat zeggen we van hem? Ik wil hem nog laten. Je wil hem laten? Ik wil hem nog even laten. Ja. Hij kijkt echt als een goof, man. Ik mag het wel zeggen. Oké. Nummer 2. Nummer 2. De manier hoe hij zijn hand daar heeft. Mm-hmm. Hij heeft toch een loge. Of hij wil black doen, of hij is black. I'm not buying it. Ja. Ja. Het is, hij heeft een horloge om, hè? Dus? Ja, zegt iets. Wat zegt het? Je moet zeggen wat het zegt. Omdat hij een horloge aan heeft, wat zegt het? Ja. Want ik heb een horloge aan, je ja, hebt een maar, aan. Ja, maar het is type... Ja, maar ik heb ook gekeken wat voor type horloge het is. Weet je, het is een beetje netjes, dus... Je weet, hij komt een beetje dingen over, dus... De kans is groot dat hij het kan zijn. Oké. Nummer 3. Maar dat is... Zo, die Air Force is dan een beetje contrast met... Nummer 3. Ik weet niet, die Asics, ik vind ze echt irritant. Ze irriteren me echt. Ik weet niet, is die kleur zo? Nummer 3. Ja, zo. Ja, kan zo. Niet. Ja, zo. Nee, zo. Dat is die kleur. Ja, dat is het. Het is gewoon, lijkt gewoon een beetje dof, maar dat is die kleur. Ik vind het echt een irritante schoen. Ik vind het echt irritant. Maar wie denk je dat er zo'n type schoen zou kopen? Vanaf het begin, irriteerde nummer 4 me. Ja, want die nummer 4 denkt dat hij me kan belazen. Ja, maar het is sowieso. Ja. Ik weet niet wat nummer 4. Maar die fans, man. Is hem niet. Maar onthou, het is een rare wit persoon. Dus er zijn 4 donkere en 1. En 1 witte. Ja, onthou dat. Er zijn 4 donkere, 1 witte. Via mix. Oh shit. Dus ik kan er wel vast zeggen. Nummer 4 is een donker persoon. Hij is een black guy. Nummer 5 is die witte. Dus voor deze... Wat zeg je me? Nee, ik had het verkeerd in mijn hoofd. My bad. Oké, dit maakt het lastig. Oké, kijk. Jij gaat voor nummer 5. Dat is voor jou. Ik zeg nummer 2. Maar we moeten allemaal op 1 punt komen. We moeten allemaal 1 persoon wegsturen. Nummer 5. We zeggen nummer 5. Wat zeg jij? Ik weet niet. Wat zeg jij? Ik vind dat hij kans heeft op dat hij het kan zijn voor de witte persoon. Maar als jullie zeggen, is het 2 tegen 1. Want als jullie zeggen dat het nummer 5 is die je weg kan sturen, dan gaan we nummer 5 wegsturen. Nummer 5. We gaan nummer 5. Nummer 5. Oké, wacht.
Er zijn meer black guys dan white. Toch? Ja, mooi. Ja. De persoon die we weg gaan sturen, want we willen uiteindelijk de ene witte persoon. Dus iedereen die we nu wegsturen... Is black. Is niet wit. Oké. Okay. Snap je? Snap je? Oké, oké, oké. Nummer 2 moet eruit. Hij is een black guy. Die schoen. Klopt. Die schoen... Maar dat horloge, ik zeg jullie. Nee. Ook hoe die staat. Hoe hij erbij staat. Black. Is een black guy. Zo hoog, zo bold. Ik ga deze opschrijven. Je... Is een black guy? Ja. Dus nummer 2, dus nummer 2 jullie wegsturen. Ja. Nummer 2, mag eruit. Kijk hoe hij loopt. Maar hij kan het wel goed nadoen, man. Jullie? Wacht. Oké. Als ik het goed heb, uiteindelijk, wat krijg ik van jullie? Hou je mond! Luister, oké, luister, no. Nu hou. Hey, boe, ik heb je. Hoe hij wegliep? Ik zeg je. Oké. Dat horloge. Nu gaan we naar ronde 2, de introductie. Oké, nummer 1. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En vertel een beetje over jezelf. Nou, ik ben Dylan. Wat doe ik in het dagelijks leven? ik zit eigenlijk thuis te gamen. Ik ben een gamer. Ja, man. Wat speel je? Nou, Valorant, Call of Duty, dat Fortnite. Dat is mijn game, man. Welke prestige ben je? Als hij zei basketball of What? FIFA, kan ik het begrijpen. FIFA is niet in je programma? Ik speel het soms wel met mijn vrienden, maar ja, weet je. Call of Duty is... Huh? Call of Duty is je ding. Nou, ik zou meer zeggen Fortnite toch wel? Oh, Fortnite. Ja. 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 Zeg maar. Dankjewel. Ja. Oké. Nummer 3. Wat is je naam in het dagelijks leven? Vertel een beetje over jezelf. Ik ben Dylan van Vliet. Ik kom uit Doetinchem. Dagelijks voetbal. Oké, Doetinchem. Alsjeblieft, man. Hey, nummer 3. Nou, vertel door. Wat zijn je hobby's? Ik voetbal. Of ik ben vaker met vrienden. We gaan fietsen. Of we doen gewoon gezellig. En dat is het. Ik doe niet zoveel. Ze gaan me boos maken, maar nu gaan ze mij zien als de achterlijke. Dat maakt me boos. Ja, nu ben ik niet dom. Oké, top. Thanks. Oké, nummer 4. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in dagelijks leven en wat voor hobby's heb je? Ik ben Jacob Hoogendijk en ik... Jacob, laat me je op de kop slaan, hè? Ja. Oké, ga verder, Jacob. Ik hou van voetbal en ik speel. Sorry hoor. En ik skate vaak. Skate. Oh, van aan die fans. Ja. Maar even, ik heb je een stutter? Ja. Oh, je hebt een stutter. Oké. Okay. Okay. Goed kunnen acteren, denk je? Dit is wel een. Is gewoon. Met profiel. Skate. Fans. Wat? Maar die pet is een black pet, man. Ja. Mag die pet even zien, goed? Die kan je die pet? Is het jouw pet? Ja, dit is van mijn vriend heb ik gekregen. Oké. Laat het lijken. Nummer 4, vertel, wat is je naam? Nummer 5. Vertel, wat is je naam, wat doe je dagelijks leven en wat zijn je hobby's? Nou, ik ben Michael de Jong. Ik kom uit Doetinchem. En mijn hobby's, ik hou van voetballen en chillen met vrienden. Michael de Jong. Hoe jong ben je? 24 jaar. 24. Oké, het wordt weer niet voor mij, hoor. Want nummer 4, zijn accent en zijn stem ook, was ook best wel Nederlands. En nummer 5 ook. Mogen we een vraag stellen? Die staan van nummer 3. Ja. Is hier weer te staan? Is hier weer te staan. Nee, is hier weer te staan. Sta je comfortabel? Dit is die model op de hoek toch? Juist. Ik ontmoet je op de hoek type of staan. Juist. Ja, dat is die staan. Deed jij nog een vers voor nummer 3? Nee. Nooit. Hoe goed ben je in voetbal? Heel goed. Ik ben heel technisch. Oké, onthoud het. Als ik jouw positie kan raden, ben jij blij. Jij bent een striker, toch? Nee, dat probeer ik. Linksbuiten. Nee, ik ben een middenveld. Hij is... Wat zei je? Ik ben een middenveld. Dat zou ik net zeggen. Zie je? Punt, hè? Oké. Okay. Nou, ik wil je een box geven. Ik wil je een box geven. Laat het ook kijken. What the fuck was dat? Ja. Ik weet niet van waar je dat hebt. Waarom raak je hem aan? Dat is assault. Ja,
Waarom lukt dit? Waarom lukt dit? Vijf. Stof. Goed. Oké, kom zitten. Ik maak het behoorlijk lastig. Maak het moeilijk. Mensen, ik wil het niet langdradig maken, maar wij zitten ook even mee. We zoeken de white person. De white person. Ja, nummer 4 mag er voor mij eigenlijk uit. Nummer 4? Ja. Ja. Wat zeg jij? Ja. Ik zeg nummer 3. Nooit! Wat? Heb jij zo helemaal box gehad? Hij kan het laten. Oh, wow. Hij kan het laten lijken. Hè? Nee. Trap er niet in. Hij kan het laten lijken. Hij kan het goed laten lijken. Ja. Hij kan het laten. Dat kan ook. Hij kan doen alsof. Hij kan doen alsof. Stuur hem weg. We gaan voor nummer 3. We gaan voor nummer 3. Nummer 3, je mag ja, uit. Nummer 3 eruit. Jullie krijgen hiervan vraag. Met je één kop. We gaan verder. Zie je. Spijt. Zie je. Spijt. Zie je. Oké. De derde ronde. Nu gaan we jullie scenario's geven. Oké, top. Nummer 1. Ja. Stel je voor, jij bent vader. Toch? Jij hebt een witte dochter, ze is Nederlands, weet ik veel. En zij komt thuis met een Afrikaan, zo Afrikaans mogelijk, met een Afrikaans accent. Hoe reageer je? Nou, ja, dit is wel een hele raar scenario. Ja, ik doe echt niks met dames, nee, ik ben goed. Wat? Nee, ik mag dat niet van mijn moeder. Nee. Het is je dochter? Ja, nee. Nummer 1 mag een pijn die ik Duidelijk, we staan. Oké, you're busted. Ja. Nummer 4. Geef hem een scenario. Slecht acteerwerk, vind ik. Ja, dat was echt gewoon. Dat was van. Wat? Dat was echt. Dat was echt lelijk acteerwerk. Ja, I don't know. Nummer 3. Je gaat naar de markt. Je wil een lekker broodje halen. Welk broodje haal je? Makkel joh. Nee, ik weet dat maar niks. Welk broodje haal je? Ik hou wel van het broodje kipkerry. Kipkerry? Met peper en zuur of zonder? Ik hou wel van een beetje peper. Je houdt van een beetje peper. Okay. Geen zuur? Zuur? Wat is het? Hij is goed. Je bent goed, hè? Hij is goed. Oké, nummer 5. Nee, wacht maar. Geef nummer 5 een scenario. Oké. Jij bent met je dame, toch? En een heer loopt langs, hij is een beetje natuurlijk getraind. En hij spreekt je dame aan, maar niet als hoe jij het wil, weet je. Hij doet toch een beetje intiem, pakt erbij aan en zegt, hé hey, schatje, luister even, ik wil even wat vragen. Maar hij staat er gewoon bij. Hoe gaan jullie die situatie? Nou, ik geef gewoon aan dat ik het niet fijn vind en dan neem ik hem gewoon mee en ga weg. Maar zeg je hem, yo, ik vind het niet fijn? Of je trekt daar gewoon uit het gesprek? Nou, ik pak er gewoon vast. Ik zeg gewoon van, hé, ik vind het niet fijn en dan gaan we gewoon weg. Maar zeg, je spreekt die heer niet aan? Jawel, ik zou gewoon tegen hem zeggen van, dit vind ik niet fijn. Maar aan wie zeg je dat? Tegen je vrouw of die heer? Nou, ja, ik zou gewoon tegen hem zeggen. Tegen hem zeggen? Van, hé bro, ik vind het niet fijn. En als hij zegt, oké, dan wat ga je doen dan? Nou, ik neem haar gewoon mee, dus zoiets gebeurt niet. Oké, hij klapt je. Wat ga jij doen? Nou ja, ik neem aan dat ik een aangifte kan doen. Aangifte? Zeg eens echt. Let's fucking win. Zeg eens echt. Jij gaat aangifte doen. Ja, voordat je aangifte gaat. Zeg eens echt. Ja. En nu? Nummer 4. Nummer 4, sorry. Ja. Nummer 1. Nummer 1. Sorry. Ja. Nummer 5 is fucking weird. Ik vind het frustrerend. Bro, we beating your ass! Praat die allemaal! Oké, mensen, ronde 3 hebben we niet kunnen uitvinden wie de witte persoon is, dus we gaan schuiven naar ronde 4. Ronde 4 gaan we weer een bewegingstest. Ze gaan dansen voor ons. Oké, welke tune ga ik deze boys geven? Nee, we vragen ze welke tune. Oké, nummer 1. Op welke tune? Want je gaat voor me dansen. Op welke tune wil je gaan dansen? Iets met een shaku of zo. Een shaku? Ja. Ik heb van een man van mij geleerd. Wat is shaku? Wat is een shaku? Hij is zo black, bro. Het is shaku. Wat is shaku? Iets in de.
Hoe zou je het zeggen? Hij is de blijven. De merengue. Vragen, wat is Shaku? Shaku? Ik weet niet eigenlijk. Oké, wacht. Hij gaat onder tot internet. Shaku? Ik denk dat iets in die genre is. Shaku. Hij is zo... Wacht, even. Is iemand van Puff? Nee. Was maar Puff. Is achterop. Is achterop, toch? Ja. Shaku. Jij gaat voor mij eruit, man. Haas hierop. Echt geprobeerd, man. Ja, Bob? Ja. Dus... Ik wil hem klappen, man. Hij is een zwerver om boos van hem. Echt. Ik word boos. Nee, je irriteert me gewoon. Dat is niet. Nummer... Kunnen we alsjeblieft doen? We gaan doen dat. Ga je laten. Ga je besparen. Nummer 4. Welke tune wil jij om op te dansen? Maakt op zich niet uit, ik hou wel van House, daar ga ik wel goed op. Hij is een fucking goede acteur, man. House, dat is zo wit. Oké. Maar hey, ben je echt zo goed? Nee, laat hem. Als hij, hey, broer. Ik ga mijn hip-hop type beat geven. Hey, als je iets anders... Oké. Oké, let's go. Die beat is aan jou gekomen. Luister naar die beat. Ja, luister. Nee, mijn tijd. Ja. Nummer 4. Luister. Irriteer me niet. Ja. Luister naar die beat. Oké? Okay? Ga op die beat. Maar die beat is nog niet gekomen. Je rent ervan. Ja. Kalam, neem mijn tijd. Ja? We gaan het opnieuw doen, oké? Okay? We hebben alle geduld voor jou. Maar irriteer ons niet, oké? Oké. Hallo, kom maar in. Hip. Hey. Ritme. Oké. Hey. Oké. Je hebt weer te rennen? Ja. Hey. Dat kwam maar. Voor die laatste heb ik eentje, ja? Dan gaan we kijken. Oké, nummer 5, je gaat hier op dansen. Ga je het echt gewoon daarbij houden? Ja, dat is toch een beetje. Ik denk dat ik al klaar ben met deze video, man. Ik voel me goed als kijken. Wow. Ik ben er klaar mee. Is er een nummer dat jullie bijna uit je hoofd kennen? Bijna. Welk nummer ken je? Ja. Vannacht slaap jij bij mij. Zo heet het? Ja, eentje die ik echt uit mijn hoofd ken, is Kali. Kami? Kali, K-A-L-I. K-A-L-I. Ik wil mijn leven. Niet voor even. Voor altijd bij jou zijn, jouw warmte, het verwarmt me, de gevoel, dat is zo fijn. Ik wil je kennen, me weer verwennen, we zaten samen aan de wijn. En ik wist toen één ding zeker, ja vannacht slaap jij bij mij. There is no way that, ik zeg je, schrijf wit op bij 5. Ja. Ik schrijf wit op bij 5. Even boven, hè. Probeer jij even? Er is een even van de nachten dat ze slapen bij mij. Nee. Probeer jij even? Er is een leven. Stop maar. Ja, dus nummer, ja. Echt. Het is overduidelijk. Oké, dan dank je wel hiervoor. Je hebt ons echt geholpen. Nummer 4. Ken jij een lied uit je hoofd? Ik ken niet echt een liedje uit mijn hoofd. Kan jij rappen? Oké, ik heb iets voor hem. Nummer 1. Ja. Ken jij een lied uit het hoofd? Nee. Oké, wacht. Okay. Nummer 1 en nummer 4 gaan nu battelen. Ik ga jullie nu een stoel geven. Die stoel stelt voor als een dame. Ja. Je bent met een dame in een club op een feest. En je gaat met die stoel dansen. Nee. Ja, geef je stoel af. Nee, jij bent de lange gaat geven. Je pakt die stoel. Je behandelt die stoel als een vrouw in een club. Oké? Top. Naar het midden. Naar het midden.
Ja, ongeveer waar die microfoon boven jou staat. Oh, hier? Ja. Sorry man. Nummer 1. Ga me niet irriteren. Het is een dame. Het is een club. Oké, je bent geen Teletubby nu. Het is een dame, man. Hou op. Oké, 3, 2, 1. Houd deze man! Kijk, het is een dame die je moet vasthouden. Ja, maar ik hou toch vast bij de handen. Ja. Bij de handen? Zo ga je met de dansen? Ja. Laat het. Zo verdelen. Ja. Oppositie. Zijn het jouw schoenen? Wat zei je? Zijn het jouw schoenen? Ja, ik heb het met een mattie van mij gekocht, ja. Ik heb twee jaar aan het slaan, maar ja. Oké, ja. Want je geeft nummer 4 die kans om... Oh ja, ook een dame. Ja, ja, geef nummer 4, ja. Maar nummer 1, hoe vind je het gaan? Wat? Hoe vind je het gaan? Ik denk wel goed, ja. Wel goed, ja. Oké. Okay. Wat? Zal ik nummer 4 ook zo een beat geven? Jullie zijn wel een beetje intimiderend, eerlijk gezegd. Ja, je bent intimiderend. Ik zeg nog één keertje black. Ja, man. Intimiderend. Oké, okay, je wat dat is. Oké, okay, nummer 4. Ga jou nu beat geven. Hij is wel veel beter, man, dan nummer 1. Oké. Ja, nice. Je final move. Oké. Hij gaat een beetje dichterbij, oké. Ja, man. Mind you. Kijk, die box was nu anders. Huh. Is je? Zag je het? Ik zag je. Daar had ik je. Oké, nummer 5, pak je stoel op. Ik ga hem nu een Kasiko beat geven. Ja, Kasiko beat. Is een Surinaamse type beat die vaak wordt afgespeeld. Dus waar is zwaar boeken afkomstig is. Boeken, oké. Luisteren. Nummer 5 hoor ik. Wacht, rustig. Het is een dame. Nu ben ik het luisteren. Ja, hè? Toch een man op wie. En toch een man ik wil op wie. Nee, maar hij wil niet met de dansen, laat het. Is duidelijk. Hij wil niet met de dansen. Oppositie. Ga maar staan. Oké, nu moet iemand wel eruit. Wat zeg je? Nummer 1. Dat is 1 of 4, man. Sorry, nummer 1 is fucking black. Ja, nummer 1 is... Hij maakt de put op. Ja man. Ja, gelijk. Oké. Gelijk. Hey, gelijk. Ook nooit acteren. Okay. Doe dat, laat dat niet. Ja, hou het op. Vergeten. Ja. Ja. Ik heb de laatste troep. Boys, jullie gaan nu doen alsof wij dames zijn en jullie willen ons versieren. Mm-hmm. Hoe zou je het doen? Nummer 4 begin. Ik ben een dame. Goedenavond. Goedenavond. Oh, je staat het zo schattig. Ja, het is al eens een beetje maar. Ik vind je er heel goed uitzien. Van waar kom jij? Enschede. Jij? Ja, ik kom van Vlaardingen. Het is wel een eindje. Het is wel een eindje? Ja, maar... Hoe oud ben je? Ik ben 21. Wat is je naam? Jacob. Ben ik je type? Zeker wel, anders zou ik jou niet aanspreken. Herinner me dat ik. Dit komt ook op de lijst van wat we niet meer gaan doen. Nee, maar. Dit komt. Maar ik wil hem wel even proberen. Ja, maar probeer het maar. Maar dit komt ook echt op de lijst. Wat precies? Dat doet pijn, man. Het is pijnlijk. Het is pijnlijk, man.
proberen. No probleem, maar het laatste keer. Oké, ik pak jullie wel. Nummer 5. Nummer 5, ik ben een dame, spreek maar. Hoi. Hoi. Ja, ik zag je staan, dus ik dacht ik spreek je aan. Hij is wit. Ik heb mijn nummer, ik heb het fout. Ik zag je staan, dus ik spreek je aan. Ja. Wat is je naam? Wat? Wat is je naam? Afina. Mooie naam. Dankjewel. Waarom vind je het een mooie naam? Ik heb het niet eerder gehoord. En daarom is het mooi? Ja. Oké. Okay. Hij is wit! Je kunt helemaal zeggen wat je wilt. Ik heb mijn ouders al bro. Hij is wit. Ik ook. Hij is wit. Ja. Ja? Ik wil altijd toch tegen de stroom. Maar nee. Als nummer 4 me belazerd heeft, dat nee. Is het. Dat moet... Nee, hij is wit. Geloof me. Nummer 5 is het. Maar... Mijn voel zegt 5. Oké, 5. Maar ik zei al vanaf het begin nummer 2. Ik zei ook vanaf het begin al nummer 3. Dus nog een keer dat is aan dat. Oké. Okay. Dus jij zei... Ik zei vanaf het begin 5. Ik zei 2. Ik zei 3. Op grond van horloge. Oké. Want nummer 3, als je me daar hoort... Jij hebt mij niet belazerd. Je hebt hun belazerd. Maar... Ze doen het heel goed. Eerlijk. Oké, dus wij allemaal kunnen akkoord gaan met dat nummer 4 geen wit persoon nee. Is. Nee. Toch? Je moet nu echt een keuze maken. Ja. 4 is... 5 is het. Oké. 5 is dus de witte. Ja, 5. Oké, okay, ja. Okay, nummer 4, je bent eruit. Kabakka, jongen. Oké. Nou, nu hebben we alle 5 guys weer gezet. Ja, ik wil al direct to the point gaan. Mag de echte wit persoon een stapje naar voren nemen? Zeg nooit! Nooit! Zeg het niet! Nooit! Ik zei nooit! Maar je wil niet luisteren! Nooit! Horen maar die aankie! Nooit! Ik zei het! Nooit! Maar ik had het hier wel geschreven, hè? Wait! Oh je man. Wat jij zegt? Kijk! Nee, en zie je? Kijk! Het is een les! Nee, maar even. Wie is het eigenlijk? Hey, donder op, wacht even. Oké. Ik zeg jullie, het is nummer 2. Oké, wacht. Het is niet nummer 3, want hij nam een stap naar voren. Dus, niks hem! Hoe bedoel je? Oké, shut up! Oké, nummer 3. Nee, oké, boys, even serieus. Als je bent. Het is haal je punt weg. Maar waarom is er een punt in zijn bos? Ik weet het niet. Shut the fuck is... Wie is het? Oké, wacht. Nummer 2 neemt een stap naar achter. Oké, nu officieel. Mag de echt wit persoon een stap naar voren nemen. En dan kan je dingen gelijk weer halen. Ik zei jullie! Ze horloge! Ik zei jullie, maar jullie willen me niet geloven. Ik zei jullie nummer 2, horloge is een eigenschap. Het is een eigen. Hé, hey, jij? Jawel. Hé, hey, box. Ja, ik zei je. Maar jullie willen me niet geloven. Hey, mag ik die andere gezichten zien? Ik wil het even zien. Ik zei jullie, vanaf het begin. Haar, zie ik aan. Hey, ik zie het. Eva, ze ken ik. This one is easy, guys. Hey, zie je? Broer, je wilt hem niet geloven. Maar nummer 4. Jordans. Nike, hij is een... Skater. Nooit. Jij hebt nog nooit een skater in je leven gezien, jongen. Goeie. Oké, voetballer. Ik mag even. Wat voor Belgisch accent gaf je? Hé, maar jullie twee... Jullie acteren hoor! Oh my, wow. Ik zei jullie! Dit is crazy! Wat kreeg ik van jou? Ja, oké. Nee! Ik zie dat ik lag in de box, ja. Nummer 2! Luister, ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Wat? Ik had de hele tijd het gevoel dat er gewoon echt 5 white guys waren. Nou, echt waar. Vooral ja. jullie ja, 3! Zeg goed, man. What? Zeg goed, man. Maar wacht, stotter je ook echt? Nee, doe dat niet. Hey, wat? Hey, fucking echt waar? Je moet hier ook gaan toch, papi. Wat? Ik zei hem. 4 en 5? Nah. Maar ik draag de schoen altijd zo. Oké. Zo, 100. Oké, wacht. We gaan allemaal... Oké, ik wil vanaf nummer 1 tot 2. Sta je zat ervoor voor. Wie ben jij eigenlijk? Ja, nou, ik ben Shail. Ik ben 20 jaar, basketbal.
Ik zei het. Ja, dat is. Van joh, wist al wat oud, nummer 2. Bedankt, nummer 20, kom echt zo like sport op. Nee. Hoe komt dat uit het leven? Wat is je afkomst eigenlijk? Joegoslavisch. Oké, nummer 3? Mijn man en mijn 18, ik kom uit Rotterdam voor voetbal. Ja, nu kan je het toch doen. Ja, shut up, man! Shut up, man! Oké, nummer 4? Jeremiah, 24 jaar, woon in Schiedam en voetbal. Nummer 5? Ik heet C.S. Michael. 24 jaar, kom uit Arnhem. Oké. Wat? Hé, maar één props voor jullie allemaal, applausje. Wat? Wauw! Ik was toch op een dashboard gezet, dat is eerlijk. Yeah. Oké, okay, boys, thank you. Ja man, we gaan, ja man, mensen, jullie hebben het gezien. Ja, ik ben een beetje sad, ik heb niet gewonnen. Oh. Raak me niet aan, alsjeblieft. Mensen, als jullie dit leuk vinden, vergeet niet like te geven, vergeet niet te abonneren. Ik plaats al die support in zo'n dus beneden. Ga jullie niet zomaar lekker volgen. Vergeet niet, willen jullie ook meer van zulke video's? Laat het weten in de comments. En ik hoop dat jullie hebben meegeraden met ons. En de volgende video gaan we weer. Alright.